Ja, weet je wat gek is? Ik heb zoiets van... Ik ben best op heel veel plekken snel op mijn gemak. Mm-hmm. Dus ik vind het veel makkelijker om deze vraag andersom te beantwoorden. Waar ben ik heel erg niet op mijn gemak? Ja. Maar... Ja, en waar is dat dan? De laatste stelling. In welke situaties voel jij je het meest op je gemak om jouw perspectieven met anderen te delen? Hey, lekker. Wie bedenkt deze vraag? Ja, weet je wat gek is? Ik heb zoiets van... Ik ben best op heel veel plekken snel op mijn gemak. Mm-hmm. Dus ik vind het veel makkelijker om deze vraag andersom te beantwoorden. Waar ben ik heel erg niet op mijn gemak? Ja. Maar... Ja, en waar is dat dan? In situaties waarin ik niet meer kan communiceren. En dat kan zijn door te veel omgevingslawaai. Of dat kan zijn door onmogelijk slecht licht. Mm-hmm. Dat kan zijn door een onoverzichtelijke groep mensen die heel spontaan met elkaar aan het kletsen zijn. Dat zijn allemaal situaties dat ik gewoon letterlijk niet meer mee kan in de communicatie. Ja. En dus niet meer echt me kan verbinden. Nee. Ja, en dan, waar blijf ik dan? Dan kan ik dus niet meer delen in wat er gebeurt. Met mijn omgeving, samen zijn. Ja, daar word ik altijd heel ongemakkelijk, ongedurig. Soms heel verdrietig. Ja. Soms heel gefrustreerd. Soms ook heel gelaten. Van, nou ja, het is niet anders. Hè. Je hebt ook situaties dat het niet anders is. Ja. Dus, maar ja. Andersom, denk ik. Ja, ik geniet volop van het leven. En, ja, maar het meest op je gemak voelen om je perspectieven met anderen te delen. Voor mij is dat als ik me geaccepteerd voel en meer voel dan iemand met Usher. Mm-hmm. En dat is bij zoveel mensen, gelukkig. Ja, mijn perspectief delen. Voor mij is dat natuurlijk het podium is een middel, hè, om dat te kunnen doen. Absoluut niet een doel. Maar daar sta je wel te stralen. Ja, maar dat ging ook niet vanaf dag 1. Nee. Hè? Dat heb ik ook wel moeten leren. Zo, dat is dood en dood eng. Inmiddels is dat mijn comfortzone geworden. Maar dat is natuurlijk ook... Maar de ene keer voel ik iets en dat moet eruit. En dan ga ik schrijven. Dus dat kan. En dat is heel fijn. Kan je mijn eigen bubbel. En dan kan je 10 keer een tekst lezen van... Maar heeft dit de tone of voice zoals ik het wil? En verbinden met elkaar. En ook heel erg als je gewoon met mensen in gesprek... En meestal toch wel 1-op-1. Als je met mensen in gesprek bent, dat je weer die verbinding kan maken. Dat je dan ook alles kunt delen. Ja. Zal dit een antwoord op de vraag zijn? Ja, ik vind het een mooi antwoord. Ja, maar ja? De crux blijft dus dat je jezelf kunt zijn. Ja, dat je niet uitgeschakeld wordt door het feit dat je door het horen en zien niet meer... Dat je dus letterlijk moet uitchecken. Precies. Dan houdt het op. Ja, precies. Ja. Ja, dus overal waar we kunnen inchecken, dan... checken we in. Ja.